Hey maat. Zo. Hoe is het? Goed. Met jou? Ja, goed hè? Goed zo. Heb je een lekker watertje voor jou? Oh, nou lekker. Van Saskia? Nee. Laten we maar gaan, Saskia. Ja. Hey, dit is een druk straatje dit, man. Een druk straatje? Ja. Mensen betalen hier inmiddels 5000 vierkante meter en dan zit je aan de drukke weg. 5000 de vierkante meter? 5000 de vierkante meter. Holy shit. Ja, maar dit is natuurlijk ook wel een van de mooiste straten van Breda, toch? Als je in die straat daar rijdt, ja, dat zijn allemaal kanonnen verhuizen natuurlijk. Deze hier rechtop bedoel je? Ja, als je hier rechtdoor rijdt dan... Ja, het is allemaal 250 tot 300 vierkante meter woonruimte. Ja, en maar, volgens mij minimaal 1 miljoen. Ja, ja, en dan moet je dat 5 keer doen, dus die huizen zijn allemaal 1 miljoen plus. Maar het is maar net wat je wilt, hè. Kijk, ja. Je kunt achteraf in Etten-Leur nu iets kopen voor ongeveer dezelfde prijs. Ja. En vervolgens dat gaan verbouwen voor een paar ton. En daar lekker gaan zitten. Of je zit in de stad met een tuin, met een lekker huis. Wat wel geborgen is overigens. Je moet het wel isoleren. Voor dezelfde prijs. Het is maar net wat je wilt. Ja, voor ieder wat wils. Maar, woon je zelf in Breda? Net verhuisd naar Maden. Naar Maden? Naar Maden. Dat is wel lekker rustig, of niet? Dat is wel lekker rustig, ja. Maar... Rust of niet? Nou, we waren vorig jaar op zoek. Kijk, anderhalf jaar geleden op zoek naar een huis. En toen hadden we een aantal opties, waaronder ook in nieuwbouwwoning wilden we. In de Blauwe Kei. Ja, alleen, ja. Dan keek je uit op een paar garageboxen. En ja, de wijk was niet heel uitnodigend voor ons. En toen zijn we in Maden uitgekomen, omdat mijn vriendin daar vandaan komt. Ja, dat scheelt ook. Plus interessanter. En, prijstechnisch. Ja, je koopt een nieuwbouwwoning en dan weet je afhankelijk wat voor prijs je betaalt natuurlijk. Ja. Vaak wel dat je daar ook een beetje rendement op gaat maken. Ja. Dat was toen de keuze, daar is toen de keuze uiteindelijk op gevallen. Ik had geen zin om een jaar te verbouwen namelijk. Ik vond 3 maanden al genoeg. Drie maanden klussen. Nou ja, 3 maanden aansturen. Ik vind 2 weken klus al lang. Ja, ik klus niet. Überhaupt niet. Ja, nee, ik klus ook niet. Dus ja, ik koop een huis, 2 weken lang doe ik even 5 jaar erover. Ja. Ik ben weg. Ja. Nee, ik heb er echt helemaal geen zin en tijd voor. Maar ja, het is een heel project. Als je een huis, tenminste als je een nieuw huis koopt. Mm. Ik ken mensen die hebben dat. En dat is een project, jongens. Man. Ja, nou ja, goed. Maanden, hè? Maanden. Dat klopt. En als jij vervolgens altijd heel goed regelt met bouwvergaderingen en dergelijke, dan komt dat wel goed, hoor. Kun je daar op een hele gestructureerde manier mee omgaan? Ja, al zeker wel. Dus op zich, maar in deze fase van mijn leven was het in ieder geval fijn om dingen snel doorheen, snel doorheen te brengen. Omdat we ook wel lekker vonden om daar te gaan wonen. Ja, plus je bent ook al druk zat natuurlijk. Hè? En je bent je eigen bedrijf ook. Ja, maar dat heb ik al 7 jaar. Ja, oké, maar je bent altijd druk. Ja, dat klopt. Ja, dat snap je? En, ja, je bent niet altijd druk. Je bent niet... Nee, s'nachts niet. Nee, maar op het moment dat je bedrijf wat gegroeid is en je hebt een goed managementteam en... ja, dan gaat het allemaal op. Je kunt wat meer plannen en je zit hierbij. Ik heb een agency, dus... Op het moment dat je redelijk richting je capaciteit gaat en dat zijn allemaal lange klanten die voor lange termijn loyaal aan je zijn, dan kun je op een gegeven moment de zaken wel zo inrichten dat je soms wat minder druk bent. Ja. En natuurlijk, dan kun je nog van alles oppakken. Ja. Dan krijg je meer een aansturende rol. Maar dat is maar net hoe je je bedrijf inricht en ook in welk tempo je wil groeien. En wat voor ondernemer, wat voor type ondernemer ben jij? Ben je iemand met die aanstuurt of ben je toch meer inhoudelijk? Ja, ik denk dat je in elke fase moet je jezelf opnieuw leren kennen en ontdekken en ook de fase leren ontdekken in het ondernemen. En je begint operationeel om zelf aan de knoppen te draaien en vervolgens groeien. En als je groeit, dan heb je op een gegeven moment handjes tekort. Dus dan heb je andere mensen daarvoor nodig. Ja, dan moet je uiteindelijk het systeem leren begrijpen. Maar je hebt wel die pet op gehad. Ja. En dat is het belangrijkste. Klopt. Dus ja, in welke fase ben je operationeel en welke fase ben je juist degene die aanstuurt?
misschien de vraag, wat vind je leuker? Ja, ik denk dat allebei zijn charme heeft. Ja. Maar uiteindelijk moet je altijd kijken naar je doelen. Wat wil je? En dan is het... En ik ben een ondernemer, dus liefst zou ik de hele dag willen ondernemen. Hè? Met nieuwe ideeën bezig zijn, implementeren, testen en als het staat weer overdragen. Nou, dat is best wel bij veel ondernemers die ik spreek, hoor. Die zeggen altijd van ja, in het begin ben je heel veel zelf aan het doen. En op de duur krijg je dan die rust erin, zeg maar. En dan heb je echt tijd om te ondernemen. Ja. Om dingen te doen die je het liefste doet. Ja, precies. Nou ja, daar komt nog een andere factor bij. Dat is namelijk cash. Op het moment dat je wat langer bezig bent en je hebt cash opgebouwd, dan kun je ook wat meer doen. Tuurlijk, ja geld maakt geld. Ja. Ja, ze zeggen ook altijd dat je eigenlijk mensen moet aannemen die slimmer zijn dan jij zelf. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Dat lees je overal. Dat lees je inderdaad overal. Maar het is verdomme moeilijk als iemand echt volledig slimmer dan jou is. In zijn totaliteit en ook de helikopterview heeft over zijn onderneming. Dat diegene ook dingen gaat bepalen op basis van zijn visie. Ja. Ten opzichte van jouw visie. Dus ik denk dat de afspraken daarin heel duidelijk moeten zijn. Maar vaak zie je dat mensen in je team juist veel beter zijn in een onderdeel wat nodig is binnen zo'n onderneming. Ja, juist. En ja, dan is het juist goed om mensen om je heen te verzamelen, in mijn ogen, die dingen beter doen dan jij. Maar die wel aansluit op je visie. Ja. Hoe lang ben je onderneming? Nou ja, de eerste keer dat ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel was ik volgens mij 12. Ja, heel jong. Heel jong. Ik weet niet meer precies. Volgens mij is het 14 of 17 of zo. Een van de twee. En wat deed je toen? Ja, in het begin ben ik begonnen met een aantal websites te bouwen. Waar we dan Google Ads op draaiden, display ads, ja? Banners. Over welk jaar praat je? Ja, voor 15 jaar geleden of zo. Ja, juist. Oké. Okay. Ja, zo'n beetje op dezelfde tijd dat ik begon. Ja, en pak 2006, 2007, zoiets. Dat begon met verkeer, internet ook een beetje. Ja, met SEO, hoger in Google komen, teksten schrijven. Ja, maar toen kon alles nog. Ja, toen zorg dat er verkeer kwam en internet aan het ontdekken. Ja, wat iedereen eigenlijk aan het doen was op dat moment, toch? Ja. Want ja, internet was eigenlijk, ik bedoel, Facebook begon net, volgens mij Twitter begon net, Instagram begon volgens mij nog niet eens toen. Dat is een beetje het beginperiode geweest van de basis van alles, zeg maar. Ja, volgens mij 2006, 2007 is Facebook gestart. Ja, inderdaad. Dus, en de iPhone die toen uitkwam, dus toen werd al dat mobile gedoe geboren. Dus. Toen begon het een beetje. Maar jij bent begonnen dus met websites bouwen. Nou, dat heb ik toen als eerste gedaan. Dus, kijk dan ook, See you too. Ja, dat zeg maar wel. Van die profielenpagina's kon je dan maken. Oké. En dan kon je met HTML-codes kon je allemaal grappige kleurtjes toevoegen en zo. Dat was eigenlijk een beetje de basis HTML. Ja. Ja, maar dat is wel grappig dat je dat kon. Gewoon met een simpele editor. Ja. Of Dreamweaver of zo. Hè? Dat kan jij wel waarschijnlijk. Ja, zeker. Nee, goed, uiteindelijk was het allemaal een beetje, dat was heel vrijblijvend allemaal in die tijd. Maar dat was de eerste keer dat ik volgens mij ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat nummer heb ik altijd gehouden. Oh, dat is nog steeds dat? Dat K-nummer, destijds. Ja. En toen ben ik op mijn 17e wat vakantiewerk gaan doen voor een ondernemer in Amersfoort. En die was bezig met een start-up in de overnames. En mijn taak was dan om, ik kwam net bij een callcenter vandaan geloof ik, om bedrijven te bellen om te vragen of ze wilden kopen of verkopen. En ja, dat ging ook echt zo, we hadden een lijst vanuit de Kamer van Koophandel die uitdraaide en dan belde ik gewoon 180 bedrijven per dag om te vragen of ze wilden kopen of verkopen. En dat was net toen de crisis, de financiële crisis zich ontwikkelde in Nederland. Dat was 2008, 2009, 2010. Harde klappen, vooral in de bouw, waar we toen best wel goed vertegenwoordigd waren. Ja. En toen ben ik er eigenlijk blijven plakken, want ik kreeg toen de cijfers van de HAVO, toen was ik met een 10 gezakt, toen werd ik een thuisstudie besteld. En toen zei mijn vader van ja, Johan, die thuisstudie, dat wordt zeker een succes. Not. Dus ga maar gewoon lekker aan de slag.
Ja. En toen had ik dus al die vakantiebaan en toen kreeg ik nog 4 andere telefoonnummers. En uiteindelijk ben ik bij, bij dat bedrijf blijven hangen. Ja, waar hele ervaren mensen bij betrokken, veel geleerd. Ik had inmiddels best wel wat kennis opgedaan. En ik wilde gewoon ondernemen. Dus toen heb ik Albert Heijn gebeld met een idee. En dan kwam ik binnen en ja, ik heb daar een voorstel gedaan voor een concept. En dat accordeerden ze. Dat was een concept met van die schermen achter de kassa's, wat je nu ook hebt. Maar dan met reclame erop. Narrowcasting, ja. Is dat nog, bestaat dat nog überhaupt, narrowcasting? Ja, overal zie je het, alleen je moet er wel op letten. Ja, nee, maar de naam narrowcasting hoor je eigenlijk bijna nooit meer. Nee. Dat is een beetje een oude term geworden of zo. Ja, klopt. Alleen, dat was wel grappig. Ik was al 2 weken gestart en toen zat een vriend van mijn vader bij ons op tafel. En die had daar 15 jaar eerder al 1,1 miljoen in gestopt in zijn project, ook een narrowcasting project. En die was daar finaal mee nat gegaan. Ja. Dus die zei al van, joh, reken goed door wat de investeringen doen ten opzichte van de inkomsten en kijk of je lange termijn contracten met adverteerders kan afsluiten. Anders dan zie je gewoon, omdat je niet kan meten, dat je elk jaar heel hard je best moet doen om nieuwe klanten te werven. En Breda is niet zo groot. Nee. Dus we zijn dat project toen in Breda begonnen. Was heel succesvol het eerste jaar. Maar goed, daar zat er best wel een investering aan vast, dus dat moest ook wel betaald worden. Maar je hebt in principe gewoon de lokale Albert Heijn in Breda benaderd? Nee, ja, dat ging om manager die met hoofdkantoor heeft afgestemd dat wij dat moeten doen. Oké. En wat zag je dan op die schermen? Wat werd er op die schermen dan getoond? Advertenties. Ook puur advertenties? En communicatie van Albert Heijn. En ja, op die manier kun je dus heel makkelijk binnenkomen, omdat je vanuit Albert Heijn mag spreken natuurlijk. Ja. Want daar heb je een broadcasting oplossing staan. Dan heb je een bijstreepje voor natuurlijk. En zo kwamen we eigenlijk in no time bij 200-300 bedrijven binnen. En ik was wel natuurlijk wel gewend om meters te maken. En mensen te trainen om binnen te komen bij bedrijven. Dus aan beide kanten ging dat heel goed. Ja. Alleen ja, het was natuurlijk ook gewoon een leerschool. Maar eigenlijk ben jij gewoon die hard verkoper. Toch? Als je het plat neerslaat, want wat jij nu eigenlijk allemaal vertelt. Ja, in de basis ben je gewoon verkoper. Ja, nee, goed. Je moet ook wel goed kunnen verkopen. Ja, precies. Nee, dat klopt wel. Ik ben wel commercieel. Maar dan is eigenlijk die marketingkennis is dus later gekomen. Of zie ik het? Ja, want toen met Albert Heijn merkte je dat het tweede jaar heel lastig was om ook weer 150 nieuwe klanten te vinden. Dat 90% van de klanten die verdwenen ook. Leads staan overal. En je moet er gewoon mee bezig zijn. En ik heb vroeger altijd veel gevoetbald. Ik vond het ook wel leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Dus dan heb je sowieso al een groot netwerk. En ik kom uit Hoeve. Ik heb gevoetbald in Roosendaal en in Breda. Ik ben later in Breda gaan wonen, ook op school gaan zitten. Ik heb in Etten-Leur op school gezeten. Dus dan ken je eigenlijk al heel veel mensen uit jouw... uit je regio. Ja, levensjaren. Van, laten we zeggen... Roosendaal, Berg op Zoom, een vriendinnetje gehad in Berg op Zoom. Dus dan ken je al mensen vanuit Berg op Zoom in Breda. Ken je gewoon veel mensen. Ja. En dan overal ga je een keer carnaval vieren of whatever. Ja, en van carnaval komt vaak wel business. En dan, ontmoet je iemand, even je lachen leuk mee. En dan, oh ja, wat doe jij? Oh ja. Ik bel je binnenkort even. Ben jij zo'n mafkees die onderneemt? Nou, dat ben ik ook. Ja, nee, maar kijk, daar ontstaat wel het mooiste, de mooiste ontmoetingen, zeg maar, in de stad, tijdens een pilsje of ja, gewoon oldschool bij andere mensen op hun, bijvoorbeeld op social media, hè, als je getagd wordt door mensen waarmee je bent. Heel veel mensen klikken altijd op iemand om te zien van, wat doet die dan eigenlijk? Mm. Het is een beetje een soort van olievlek wat zich automatisch... Ja, dat is ook zoiets. Netwerk natuurlijk veel makkelijker uitbreiden omdat je zoals LinkedIn. Ja, alleen LinkedIn is top, want dat is nog steeds organisch. Ja, dat heb ik nou is jouw water verdwenen? Dat heb ik hier nou gelaten. Ik heb geen idee. hij is ergens gevallen, denk ik. Oh ja, hieronder. Ja, het is een heel klein flesje, dus het is moeilijker te vinden. Saskia is weggedoken. Ja. Saskia was... Oh, hierzo. Wauw. Ja, hij zat in het hoekje.
2017 of 2018 wij dus begonnen met Kikzo. Mm-hmm. 2017. Ja, dat is dik 4 jaar. Ja, bijna 4 jaar. Dat is veel gebeurd in die tijd. Ja, in het begin draai je zelf aan de knoppen en na een jaar neem je je eerste werknemer aan. En, ja. Na een half jaar daarna de tweede. En een jaar daarna ben dat gestart met een business coach die ons toen ging helpen met Excel Promotion, dat bedrijf waar we dat Albert Heijn project hadden. En toen ben ik met hem Kikzo gestart en ik heb hem in 2019 uitgekocht. Oh, er was dus nog een andere bij. Ja. En daarna, 2020, dus vorig jaar, toen hadden we voldoende kennis opgedaan om een heel team neer te zetten vanaf begin dit jaar. En begin dit jaar hebben we dus een MT aangelegd en hebben we een hele duidelijke groeistrategie bewandeld. Ja, dat heeft nu geresulteerd dat we met een mannetje of 15 nu werken binnen Kikzo. Ja. Met ja, dat gaat hard. Veel kennis wat goed geborgd is. En waar je klanten mee verder kunt helpen. En dat is heel gaaf, is dat je met je kennis klanten daadwerkelijk de doelen kunt laten bereiken die ze voor ogen hebben. Puur omdat je de kennis hebt om aan de knoppen te draaien, die dat kunnen bewerkstelligen. Ja. En het is heel frustrerend als je wel weet hoe het moet, maar je hebt nog niet de handjes om je heen om dat te kunnen bewerkstelligen. Oh ja, dat snap ik zeker. Ja. Als je wilt dingen doen, maar eigenlijk heb je handen tekort. Ja, dan is geduld soms ook best wel. Ja, dan moet je geduld hebben. Dus ja. Dat heb ik vorig jaar gehad. En dit jaar dat team neergezet. Dat heeft zich uitgepakt nu. En dat heeft zich ontwikkeld tot wat het nu is. En daarin kom je ook heel veel dingen tegen die je van tevoren niet hebt bedacht. Maar wel heel interessant zijn als je daar eenmaal in zit om dat ook weer op te lossen en verder te ontwikkelen. Uiteraard, ja. Kijk, natuurlijk loop je gewoon tegen dingen aan. Ja. Bij groeien hoort goede pijn. Ja. Dat sowieso. Maar hoe onderscheiden jullie je dan van andere digital agencies? Want er zijn er natuurlijk enorm veel. Mm-hmm. Ja, je bent niet de enige, zeg maar. En als je kijkt ook in Breda alleen al hoeveel er daar al zitten. Mm-hmm. Dan is wel, zeg maar, de key vraag van waarom zou iemand juist naar jullie moeten gaan en niet naar de buurman, zeg maar? Ja. Dat begint natuurlijk met wat kun je goed en waar kun je bedrijven op een snellere manier, op een andere manier beter mee helpen. Omdat dat gewoon beter past met hun behoeften, beter past bij hun behoeften. En als je dan kijkt naar het type bedrijven die we op dit moment bedienen, zijn dat MKB'ers in verschillende markten die een vorm willen van groei. Wat ingezet kan worden door online marketing. En dat is natuurlijk een verhaal wat je heel veel leest bij andere agencies. Ja. En als je dan kijkt naar wat we hebben gedaan, dan hebben we best wel wat partijen gehad die tussen de 30 en 40k omzet doen per maand op hun webshop. Die kunnen we binnen no time, dus dat is vaak een maand of 6 tot 12. Skyrocketen. Echt serieus schalen. En ja, we hebben een hele duidelijke e-commerce propositie. Dus wij zijn goed met het schalen van shops. En daarnaast zijn we goed in lead generatie en daarin het verlengde van sales processen inrichten. Okay. Op basis van lead generatie. En dus dan moet je denken aan meubelbedrijven en alles in en rond wonen. Hè. Dat zijn vaak wat duurdere producten, moet je even zien. Ja, en je hebt daar een aantal hele schaalbare concepten in binnen Nederlandse markt, waar je heel makkelijk leads kunt genereren. Maar zie die maar eens te converteren en dat hele proces te automatiseren, waardoor zo'n bedrijf schaalt. En als jij een lead binnenbrengt, dan moet er nog een afspraak ingepland worden, die moet je spreken, diegene moet je ook je product verkopen. Ja. Nou, en dat proces van A tot Z, en al het ROPO-effect als het ware, het inzichtelijk brengen van wat mensen doen online en wat zij doen offline, ja. Research online, purchase offline, om die data inzichtelijk te brengen. En dat is waar we, of te, inzichtelijk
mogelijk te maken. Dat is waar we heel goed in zijn geworden de afgelopen 3 jaar. Dat we een aantal klanten hebben die daar heel flink op ingezet hebben. En waar we samen een hele mooie groei hebben bewerkstelligd. Dan moet je denken aan bedrijven die zeg maar 5 jaar geleden 2 miljoen omzet deden. En die nu 12 miljoen omzet doen. Als je dan mijn verhaal beluistert, dan zijn we een growth marketing agency. En er zijn niet heel veel growth marketing agencies die zich op dat moment of op dit moment op die manier vermarkten. Dus ja, bedrijven kunnen bij ons terecht op het moment dat ze een groeibehoefte hebben. En ze willen daar een stuk online bij inzetten. Plus intern proces. Wat belangrijk is om ook ja, je bedrijf klaar te maken voor die groei. Want er komt wel iets meer bij kijken dan alleen een beetje online marketing. Ja. En daar kun je bij heel veel agencies bij terecht. Kijk, dat team dat staat. We hebben een hele goede online marketeers intern bij ons. Maar daarnaast heb je twee business developers die ook veel weten van oké, hoe richt je nou zo'n bedrijf in? Welke systemen gebruik je daarvoor? En hoe train je het sales team? En dat in combinatie met CRM-kennis, CMS-kennis, online marketing-kennis. In de breedste zin des woords. Dus we doen dat full service. Ja. Dat hebben we allemaal intern belegd inmiddels. En daar helpen we bedrijven mee. Het verschil maken bij een MKB'er, dat betekent dat je levens verandert. En dat is echt zo. Op het moment dat een ondernemer uit een zware periode van investeren komt en je kunt hem net helpen met die volgende stap in omzet groei, ja. Door hem te adviseren en daarnaast ook door aan de knoppen te draaien, online en je marketingbudgetten goed te spenderen, waar je dus ook direct resultaat uit hem krijgt. Ja, daar krijg ik de meeste energie van. Maar dat is en daar hebben we er echt 15 van dat soort ondernemingen. Dat zijn eye-openers voor hen, zeg maar. Nou ja, ja, zeker. Ja, ja, vaak, sommige ondernemers die willen er niks van afweten en die leggen dat volledig bij ons. En die zijn dan voornamelijk bezig om de omzetgroei die wij bewerkstelligen in goede banen te leiden intern. Maar sommige ondernemers die willen ook overal van afweten. Dus die vragen aan ons van ja, hoe zit dat dan precies? Hoe richt je die campagnes in? Wat zijn de optimalisatiedoelstellingen? Ja, wat heb je liever? Ik heb liever dan zo iemand, denk ik. Iemand die geïnteresseerd is in, of die echt wil leren ook van jullie. Ja. Ja, als hij wil leren van ons, dan geven wij kennis weg. En dat zien we dan als consultancy. Maar het beste is dat een ondernemer steeds meer van ons werk afkomt te weten. Ja, zodat we kunnen schakelen op niveau. Maar een ondernemer die heel veel kennis heeft van bijvoorbeeld bedden. Ja. En die weet ook een deel van wat wij doen. En die kan meedenken. En die kan mee met wat wij communiceren. Dan is dat heel interessant. Maar iemand die constant op je voeten of op je vingers aan het letten is. Van hey, wat ben je aan het doen? Hoeveel tijd kost dat? En is dat wel de tijd die je hebt berekend? Klopt die wel? Ja, dat lijkt me ook niks. Dat is de andere kant, zeg maar. Dat hebben we ook meegemaakt. Wat op zich heel goed is als je heel hard aan het schalen bent. Maar het is niet altijd prettig in de samenwerking om constant te moeten verantwoorden. Nee. Dat zit al in het proces. Wij sturen al alle uren door per maand. Ja. Om te laten zien van hey, dit is wat we hebben gedaan. Dit is wat we ermee hebben bereikt. Nou, kijk, je moet je specialisme gewoon bij degene laten die, die daar die specialiteit in heeft natuurlijk. Dus ook al... Kijk, stel, ik wil van een leverancier dingen weten. Wil niet zeggen dat ik het uiteindelijk zelf wil gaan doen. Mm. En dan is het meer om gewoon er meer van af te weten. Mm. Zodat je kan meepraten. Mm. Maar de specialisme blijft uiteindelijk wel bij die persoon liggen. Mm. Dat is ook een stukje gunning. Mm. Ik denk dat dat sowieso het belangrijkste is. Dat de gunfactor naar elkaar toe. Klopt. Alleen dan zul je groeien. Ja. Dus je moet het samen doen. Ja, je moet het samen doen sowieso. Kijk, dat, als ik dat vergelijk bijvoorbeeld met mijn eigen business, zeg maar, dan in het begin doe je alles zelf, hè, van video tot edit, tot lampen neerzetten, dat soort dingen. Mm. En op de duur kom je erachter, hé, er is meer budget, ik kan ook mensen inhuren die daar beter in zijn. Mm. En dan ga je samen tot iets komen wat eigenlijk 10 keer mooier is of 10 keer beter is dan als je het alleen doet. Mm. Dus daar ben ik sowieso een voorstander van. Maar ja, er moet natuurlijk wel het budget voor zijn. Mm.
Ja, je moet ook de budgetten krijgen van de klant. Tuurlijk, ja. Nee, ja, zonder budget is niks. Maar dat is natuurlijk met content creatie wel een ander verhaal dan wat wij doen. Content creatie is een heel ander verhaal, ja. Wij staan naast zo'n ondernemer als sparringspartner. Ja. En dat doen we voornamelijk in het MKB. En plus het is een maandelijkse afname. Het is gewoon een abonnementvorm eigenlijk. Ja, want wij hebben directe controle over hun omzet. Dus op het moment dat je dat goed doet, dan maak je het verschil. Doe je dat niet goed, kost je geld en dan word je ontslagen. Ja. Nou ja, zo werkt dat nou eenmaal. En ja, dat spel beginnen we dus nu ook op een wat ander niveau te spelen met wat grotere partijen. Maar dat werkt gewoon hetzelfde. Want je hebt een platform wat ze opzetten binnen hun merkenportfolio. En daar gaan ze online mee verkopen. Ja. Of ze willen beter vindbaar worden op bepaalde zoekwoorden of onderdelen die in de toekomst belangrijk worden. Ja, daar moeten landingspagina's voor komen. Ja. Ja, dus het is overal hetzelfde. De budgetten liggen altijd anders en je hebt altijd met mensen te maken. Alleen het verschil maken binnen een corporate of het verschil maken voor een MKB'er zijn echt twee totaal verschillende dingen. Maar het geeft beide wel zeg maar een voldoening. Ja. Het heeft zijn charme, beide heeft zijn charme. Ja, zeker. Want uiteindelijk waar andere bedrijven lekker op gaan, is dat je een paar hele mooie partijen aan je portfolio bindt. We hebben bijvoorbeeld ook voor de Rabobank gewerkt, voor NVGM. Dat zijn allemaal hele mooie partijen waar je die op je portfolio kunt zetten. Ja. En als dat soort partijen met je gaan samenwerken, dan doen ze ook wel een goed onderzoek met wie ze gaan samenwerken. Dus dat zegt ook wel iets over jou. Jouw werkkwaliteit. Wat is nou een beetje de toekomstvisie van jullie bedrijf? Want jullie staan nu 3-4 jaar, zeg maar. Hoe ziet de komende 3-4 jaar eruit? Ja, we bestaan nu, dit is dan in december, dan bestaan we exact 4 jaar. Ja. Daarin is de basis gelegd qua fundament van het bedrijf. Ja. Ja, dat zeg ik eigenlijk altijd de eerste 3 jaar. Ja, dus ja, als je dat fundament hebt bewerkstelligd. Ja, dan ga je kijken naar de toekomst. Tenminste, dat doe je eigenlijk als ondernemer constant. Maar je schaaft je ideeën bij op basis van wat het beste is voor de onderneming en voor je klanten. Ja. En voor volgend jaar zullen we een stabilisatiejaar inbouwen. We zijn dit jaar dan zo'n 300% gegroeid. Dus volgend jaar moet een jaar zijn waarin we een stukje consolideren en daarmee stabiliseren. Waarbij je eigenlijk het hele team verbetert, de teambuilding activiteiten, dus wat speelt er in de markt, wie is daar verantwoordelijk voor en wie gaat dat implementeren bij de klanten. En vanuit daar kunnen we weer verder groeien. En ik verwacht dat we binnen nu en 3 jaar, over 3 jaar verwacht ik zo'n 40, 50 medewerkers full service. Opererend binnen het marketinggebied en alles wat daarbij hoort. Mooi ambitie. Dus dat is een stukje branding, performance en development. Ja. En kijk, er vallen natuurlijk zoveel op online marketing en op e-commerce. Hoe zie jij de toekomst van e-commerce? Nou ja, als ik de data moet geloven, dan... Het wordt alleen maar meer sowieso. Wordt dat meer, alleen... In elke markt heb je de early adapters, dan vervolgens komt de markt in de puberteit, wordt volwassen en na het volwassen worden krijg je consolidatie. Dus dat betekent dat je binnen bepaalde markten gewoon grote spelers krijgt die ook andere spelers overnemen. En lijkt erop dat dat nu al een beetje begint te gebeuren, hè, met van de investeringsmaatschappijen die aan de lopende band start-ups opkopen in e-commerce land. Ja. Maar ja, ik verwacht dat daar nog best wel wat rek in zit als ik alle trends mag lezen. En ik denk, ik baseer mijn visie altijd op basis van data. Dus als je kijkt naar de toekomst, dan zit daar nog minimaal 100% groei in van wat er nu is. En misschien nog wel meer. En laat staan alle nieuwe technieken zoals de blockchain en de NFT's deze wereld. Daarom stel ik die vraag op, want je ziet nu ook heel veel. Kijk, bijvoorbeeld in China is het shoppinggebeuren is helemaal lijp geworden. Daar shoppen mensen gewoon via TikTok zelfs. Mm-hmm. En dus het e-commerce verschuift zich ook naar andere platformen, zeg maar. Mm-hmm. Het kopen via
Facebook en Instagram is al een tijdje populair. Mm. Of ja, populair. Ja. Dat is er gewoon al. Ja. Maar het standaard webshop, dat gaat net zoals een stenenwinkel, gaat ook veranderen. Kijk, stenenwinkels heeft heel lang bestaan, bestaan nog steeds, dat gaat nooit weg. Dan heb je webshops, die bestaan ook al best lang, dat gaat ook nooit meer weg. Maar er komt een nieuwe manier van shoppen. Ja, het is heel erg afhankelijk, denk ik, wat de platformen doen op het gebied van advertising. Dus je bent heel erg afhankelijk van een aantal, of tenminste een klein aantal shops of eigenlijk platformen die verkeer leiden naar jouw shop. Ja, dat is dus een social media platform als Instagram en Facebook. Ja, of Google, hè, Google, de social platform. Eigenlijk ben je afhankelijk van hun. Nou, op het moment dat dat blijft, dan kun je nog steeds verkeer sturen naar jouw shop. Ja, en converteren in jouw shop. Ja. Maar ik. Maar het afrekenen gebeurt dus al op social media vaak, hè? Ja. Je komt niet eens meer op de shop terecht. Ja. Dus daarom zeg ik ook: wat is straks nog de extra waarde van een webshop? Ja. Ja, ligt eraan hoeveel verkeer je genereert, Leandro. Zo simpel is het. Hoeveel verkeer je naar je webshop kunt genereren. En als die platformen allemaal een marketplace-achtige functie gaan bouwen, dan zul je daar je verdienmodel op af moeten stemmen. Maar als dat een thuisbezorgingsstrategie wordt en je moet straks 50% van je marge afdragen, dan zullen ondernemers nog steeds gewoon een groot deel van het verkeer naar hun eigen shop willen leiden. Zeker, zeker. Kijk, ik weet niet of dat nu is hoor. Is dat zo dat Instagram of Facebook een percentage van je omzet pakt? Nee toch? Als je verkoopt via hun? Nee, want zij willen gewoon dat je adverteert en daarvoor betaalt. Ja, dus het gros halen ze gewoon uit advertentie-inkomsten. Ja. Maar gaat dat gebeuren überhaupt? Dat ze straks ook echt een percentage vragen, net zoals een thuisbezorgd? Ja, ze kunnen doen wat ze willen. Ja, ze hebben het verkeer, ze hebben de mensen, ja. Ze hebben de cash. Ja. En zolang je gebruikers hebt die ermee akkoord gaan en dat schaalbaar is, wordt het wel tot de optie. Het wordt je makkelijker gemaakt, want hun bouwen eigenlijk alles al voor jou. Mm-hmm. En het enige wat jij hoeft te doen is eigenlijk je producten daar neerzetten. Ja. En dat je dan een percentage moet afstaan, dat vinden heel veel mensen volgens mij niet eens erg. Nee. Nou, dat is net als thuisbezorgd, hè? Je belt je aan als restaurant bij thuisbezorgd. Ja, maar dat begon met 12% en nu is het volgens 48. 48? Ja, I don't know, maar het is echt heel hoog. Echt serieus hoog. Om bij thuisbezorgd te... Ja, volgens mij, hè. Dat begrijp ik. Bedoel, we hebben er niet op vast. Nee, oké, maar ik vind 48, dat is minder dan de helft voor... dat is bijna de helft om sushi te leveren. Dat maakt de gewinst. Voedt ze natuurlijk best wel wat winst. Maar moet je weer heel veel bestellingen extra gaan draaien om marge te draaien. En dat is het probleem. Dus op een gegeven moment is dat niet meer rendabel. Op een gegeven moment stopt dat met rendabel zijn. Ja. En toen heeft Facebook op een gegeven moment bedacht van hey, we activeren een betaalmiddel. Dat noemen ze de Libra. Libra is toch hun crypto coin? Ja, zijn ze aan het ontwikkelen toch? Ja, dat hadden ze al bijna klaarstaan. En dat is toen tegengehouden door een financiële waakhond in Amerika, geloof ik. En, de SEC, denk ik. Ja, dat weet ik niet. Die houdt veel tegen hoor, in Amerika. Omdat ze anders echt te machtig zouden worden. Ja, er zit wel wat in. En daar zat natuurlijk ook een heel interessant verdienmodel. Maar nu zijn ze volgens mij opnieuw bezig om iets te ontwikkelen, las ik afgelopen week. Zeker. Ze zijn bezig met hun eigen, bedoel je die coin? Die coin. Ja, hun eigen betaalmiddel. Hun eigen valuta, laat ik zo zeggen. Dus straks betaal je gewoon op Messenger of zo, betaal je iemand gewoon via hun eigen valuta. Dat gebeurt trouwens in China met WeChat, ken je dat? Ja, dat ken ik. Ja, WeChat is eigenlijk WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, alles. Alles in één. Het is gewoon één app voor alles. Mensen doen boodschappen via WeChat, betalen naar elkaar, doen ze daar. Social media, al. Je social credit score kun je er ook in zien. Ja, volgens mij je cloud score al. Hoeveel pandapunten je hebt. Het is echt, alles is gecentraliseerd. En de overheid heeft dan natuurlijk de macht over die app. Ja. Wat heel slim is. Maar Facebook is dus ook bezig inderdaad met een eigen valuta, een eigen coin. Waarbij je dus straks gewoon
op hun eigen platform gaat betalen met die coin. Mm. Waar dan ook weer op zijn beurt een waarde aan hangt. Mm. Dus ja, die ontwikkelingen die gaan gewoon door. Mm. Maar om terug te komen bij waar ik in eerste instantie over had, is het shoppen gedrag van shoppen verandert gewoon. Ja. Ook door gewoon de jeugd. Ja. Die niet eens meer naar een winkel fysiek gaan. Die een webshop intake op Google al zwaar vinden. Dit is allemaal gewoon direct op het scrollen. Oh, dit is mooi, klik, kopen, klaar. Dat is echt wel de toekomst. Ja. Zo snel mogelijk het product kopen. Naar het winkelwagentje. Ja, en afrekenen. Ja. En eigenlijk niet eens afrekenen, gewoon dat het... Dat je Face ID op betaalt, klaar. Ja. Ja. Je betaalt eigenlijk niet eens. Het is allemaal vanzelf. Dat is het beste. Voor e-commerce. Alleen, ja, er zit ook natuurlijk een gevaar in. In het gemak van het betalen krijg je ook stijgende retouren. Je krijgt een ander proces qua data. Als dat een vogelvlucht neemt. Want mensen gaan, sommige mensen hebben, we leven hier in een kapitalistische wereld. Dus mensen kopen graag. Nou, wat je dan ziet als het steeds makkelijker wordt om af te rekenen vanuit je creditcard of je andere mogelijkheden die je kunt gebruiken om te betalen. Ja, dan zul je zien dat de koopbereidheid toeneemt en de schulden zich ook op gaan bouwen. Ja, die bouwen zich al op. Hè? Ja, en wij hier in Nederland hebben hier een systeem, dat noemen ze BKF. Ja, waar je op een gegeven moment een beetje beschermd wordt voor je gedrag als het spuigaten uitloopt. Maar het is eigenlijk alleen bij leningen. Eigenlijk niet zozeer bij aankopen of zo. Nou, als jij met afterpay of zo te lang niet betaalt. Oh nee, dat sowieso. Als jij gewoon niet betaalt, dan ben je wanbetaler. Dan kom je automatisch... Dan kun jij ook bij het BKR aangesloten worden. Ja, dan krijg je gewoon een notatie, dat klopt. Maar dat is op zich vrij logisch. Maar het gaat er meer om dat... ze houden niet... Nou ja, alles gaat nu wel via... Alles digitaal betalen. Ze houden wel gewoon bij hoe jouw koopgedrag is. Ja, zeker. Nee, maar dat... we komen in 2023 wel in een hele nieuwe fase van van online marketing. Hè? Ja, vertel. De cookies verdwijnen. Cookies verdwijnen? Ja. Oké. Want dat zijn de breadcrumbs die je achterlaat. Ja, omdat het verdwijnt dus. Maar omdat het moet of omdat het niet nodig is? Niet meer nodig is. Wat is de reden daarachter? Privacy. Oké. Dus het beschermen van jouw privacy is daar de reden achter. Je hebt eigenlijk geen privacy meer. Nee, maar... ik vraag me af wat dat gaat doen. Uiteindelijk is jouw third-party data, waar je nu gewoon gebruik van maakt als je adverteert... Ja. Is heel makkelijk te gebruiken om het juiste verkeer naar jouw website te leiden en dat te optimaliseren. Waardoor jij conversies kunt draaien. Maar zo is het ook met lead generatie, zo is het ook met allerlei andere vormen binnen online marketing. Er zijn zo verschrikkelijk veel mogelijkheden om gemakkelijk goed verkeer naar je website te leiden. Je moet er alleen voor betalen. Ja. En je moet weten je moet snappen hoe dat werkt. En hoe je ook zo'n bedrijf opbouwt. Nou, dat snappen wij. Dus ik vind dat dan niet interessant meer. Maar we kunnen wel heel veel bedrijven mee helpen. Nou, dat is ook wat we doen. Maar wordt het dan moeilijker omdat die cookies dan verdwijnen? Maar straks krijg je dus een heel nieuw verhaal. Dat je first... party data wordt het meest interessant als je eigen data, je eigen klanten, je eigen prospects, je eigen leads. Dat wordt het meest interessant, want daar mag jij wel van volgen als ze daar toestemming op geven, wat zij doen op jouw website op die manier. En wat zij doen op andere platformen. Ja. Dus er zijn heel veel andere zaken die straks belangrijk worden. Dus, in plaats van hypertargeting wat je nu kan doen, wordt het meer contextual targeting. Eigenlijk dat wat ze in de jaren 60 deden in de serie Mad Men. Ja. En dan kon je bij wijze van spreken adverteren in een blad. Als jij mannenmode verkoopt, dan in een mannenmodeblad. Of in een andere blad waar mannen graag naar kijken. Dan kon je je kleding adverteren. Binnen de printmogelijkheden en de digital out-of-home. Of digital, als het niet out-of-home mogelijkheden.
Dat schiet me net iets te binnen. En dat is contextual. Dus jij zet in principe een advertentie op een plek waar jouw doelgroep is. Maar je kan niet hypertargeting toepassen straks. Nee. Dus dat wordt steeds belangrijker. Ja. Ken jij Liar of Layer nog? Dat was in 2012 tot 13, 14 populair. Layer of Liar? Ik weet niet meer hoe je dat precies uitspreekt. L-A, Grieks I-A-R. Eigenlijk L-A-R van Augmented Reality. Dat was een start-up, die had dus een app en je kon dus hetgeen wat jij zeg maar in een magazine plaatst, dus een foto. Stel, ik plaats een foto van jouw product in een magazine. Dan kon ik dat plaatje van die foto toevoegen aan de app van Layer, zeg maar. Layer herkent dat als iemand die scant, als iemand dus met die app scant in de magazine, dat plaatje van dat product, dan kun je die direct kopen. Dus je kon zeg maar, offline, online werd dus geblend. Want je kon dus direct scannen, kopen. Mm-hmm. Omdat die dat plaatje dus herkent in de app. Mm-hmm. Maar dat is nu niet meer. Of het is te vroeg, of het was toen te vroeg. En nu begint augmented reality wel zeg maar populair te worden. Ja, ja. Maar ik heb het idee dat het in 2013 echt nog veel te vroeg was. Niemand snapte al die shit, zeg maar. Nee, dat klopt. En ik denk dat... En toen zijn failliet gegaan. Maar wat denk je van voice straks? Als je straks als 50% Alexa in zijn huis heeft staan. Of Google. Of Google Home, ja. Google, ik kom welk tekort. Zou je die kunnen bijbestellen? Ja. Ja, is goed. Maar daar was eigenlijk 3 jaar geleden al sprake van, hè? Dat klopt, alleen... Maar dat gebeurt niet. Nog niet. Nou ja, dat moet nog... Dat moet... Je weet nooit wanneer dingen op een gegeven moment echt een vogelvlucht nemen. Als mensen corona, er klaar voor zijn. Het doet zich voor. Want met corona zijn er ook heel veel snelle technologische ontwikkelingen gekomen. Die juist ontstaan zijn door corona. Juist. Die door corona zijn versneld. Hey, trouwens, hè, dat is wel heel off-topic, maar dat die QR-code die wij overal laten scannen bij een restaurant of zo, hè, dat is echt briljante data trouwens, hè, voor de overheid. Zij weten gewoon precies waar je bent, wat je eet, hoe laat. Ja. Het is echt data waar je bang voor wordt. Ja, dat klopt. Dat bedacht ik me laatst. Dus van, ik ga ergens eten. Mag je QR-code zien? Natuurlijk, nou, je scannen. Dus ik bedacht me opeens van, nou, eigenlijk weten zij gewoon precies wat ik hier doe en waarom. Mm. Ja. Dat is freaky. Ja. Maar goed, nu weet de overheid het, maar Google en Facebook wisten het al lang. Zij wisten het al lang. En al die andere 30 apps op je telefoon wisten het ook al lang. Alleen... Daar zijn we niet zo bewust van, hoor. Nou, nu steeds meer, hoor. Maar in het begin ben je daar niet bewust van, hoor. Dat zo is. Ja. Kijk, je hebt zeg maar mensen die daar helemaal avers tegen zijn. Ja, die hebben geen social media. Ja, die hebben ook geen iPhone. Die hebben waarschijnlijk een Nokia 3310 met Snake. Ja. Nou ja, dat als je mag. Dat niet wil, dan moet je dat doen. Dan moet je dat zeker doen, maar... Dan moet je ook niet laten vaccineren en niet naar restaurants gaan. Nee, precies, dat zijn dezelfde mensen waarschijnlijk. Ja. Maar het grappige is dus wel, Google en Facebook en noem maar op, die konden jou eigenlijk al 5 jaar makkelijk tracken en volgen en targeten. Aan de hand van alle profielen die zij creëren van jou en al de data die zij bij elkaar hebben verzameld. Maar... Mensen zijn daar zich nu pas van bewust. Mm. Want ik zweer het. Ik had het laatst met iemand over een koelkast. Hè? Gewoon een koelkast. Mm. Ik denk dat ik 's avonds op de bank zat. En ik scroll door mijn tijdlijn. En ik zie dus koelkasten van Mediamarkt. Yeah. Ja. Dan gaat er bij mij een belletje ringen. Dat klopt. Die verhalen hoor je heel vaak. Maar wat het inhoudt is dat jij op zijn IP-adres bent ingelogd als je daar zit. En diegene heeft dan waarschijnlijk al op koelkasten gezocht. En jij krijgt dat ook in je feed. Omdat zij weten dat je op dat IP-adres daar het over zou kunnen hebben. Snap je? Dat is wel next level, hè? Ja, ja. Maar zo werkt dat. Het heeft helemaal niks te maken met jouw stem of iets wat daarop lijkt. Het is data vanuit je IP-adres. Als iemand binnen een als jij bent ingelogd op een wifi-netwerk... Van iemand anders. Ja. Daar leiden ze dus een bepaald netwerk uit. Volgens mij wordt dat geconfronteerd tot een IP-adres. En dat IP-adres
ja, converteren ze dan naar data waarop gezocht is. Wat ze dan ook uitleveren op andere apparaten die op dat netwerk aangesloten zijn. De IP-adres heeft te maken met locatie. Mm-hmm. Ja, en dus wifi-netwerk. Dus op die manier wordt dat geconverteerd tot, hey, wat zien die mensen, waar zoeken ze op? En dan leveren dan ook uit op andere apparaten die daar in de buurt zijn geweest. Ja, ja, dat, dan zou best dat... wel kunnen zijn dat ze het over hebben, dat het een vrouw is, of ja, een man, of een vriend. Ja, dan is het te verklaren. Het is natuurlijk ook, het is ook een ethisch onderwerp van, is dit wel goed en word je niet te veel beïnvloed? Hè? Zo heeft Donald Trump zijn verkiezingen gewonnen op die manier. Ja, daar is een documentaire over geweest, hè? Hoe dat, Atlantica, hoe heet dat nou, dat databureau, ja, Transatlantica, of is? Ik weet niet meer zo heet. Ik kan er ook even niet op komen. Maar in ieder geval, dat was een schandaaltje toch, dat er gewoon gemanipuleerd werd met data en bepaalde doelgroepen kregen bepaalde content te zien. Waardoor je dus tot haat wordt gezet en dan een partij staat. Ja, zeg maar wij kennen dat geheim van Facebook ook, ja, hoe dat werkt. Alleen, ja, Facebook doet het voor ons. Ja. Dus wij manipuleren Facebook niet, wat ze destijds wel deden. Maar wij zetten Facebook in om uiteindelijk meer sales te draaien. Ja, dat doen precies. We, ja, echt. Maar het is wel erg natuurlijk dat je... ze maken profielen en op basis van die profielen geven ze jou die content. Dat gaat jou een bepaalde stemkeuze, dat gaat een bepaalde keuze uitgevormd worden. Mm-hmm. Dus dat is wel, dat gaat misschien net iets te ver. Ja. Ja, dus dat groep 1 krijgt dit soort video's te zien en groep 2 krijgt deze video's te zien. En dat gaat uiteindelijk jouw keuze bepalen op wie je gaat stemmen. Nee, wat zij deden is, jij bent bijvoorbeeld, je hebt een post gedaan over dat je in Amsterdam bent geweest, dat je naar een paar musea bent gegaan. En, weekend. Bijvoorbeeld. En dat je daarover een bericht hebt geschreven wat jou zo heeft geraakt. En dat is dat je zoveel daklozen zag op straat en dat het eigenlijk helemaal niet leuk is. Ja. Nou, dan... Maar dan zorgde dat bedrijf ervoor dat ze binnen de verkiezingsagenda van Donald Trump de communicatie naar hem toestuurden op basis van jouw post. Van wij gaan dakloze mensen promoten bij hem. Ja, we gaan zorgen dat er minder dakloze mensen op straat komen te staan. Ja, door ze werkgelegenheid uit te breiden, bla bla bla. En dat raakt hij jou dan. En jij vindt Donald Trump dan een goede vent, want er zijn behoeften die goed overeenkomen met elkaar. Ja, ja, ja. En daarmee kon dat jouw keuze beïnvloeden om eerder op hem te stemmen. Dus maar dat deden ze met, dat deden ze dus zeg maar met heel veel data. Dus profielen, ja. Heel veel profielen. Ja. Maar misschien wel een leuke afsluit, zeg maar. Van, kijk, je bent ook gewoon ondernemer. Dus er zijn heel veel mensen die willen ook heel graag gewoon iets ondernemen. En wat weten misschien heel veel mensen nog niet, of misschien juist wel. Mm-hmm. Maar wat is nou zeg maar jouw motto waar je je echt aan vasthoudt als ondernemer? Just keep going. Ja, dat is eigenlijk wat Mike zegt. Gewoon just do it. Ja, just keep going. Als het tegen zit, just keep going. Ja. Als je succes hebt, just keep going. Ja, dat sowieso. Als het tegen zit, niet stoppen. Nee. Dat ondernemen wordt altijd geoverromantiseerd. Het is niet altijd leuk. Het is niet altijd roze geur maanschijn. Nee. Maar je hebt ook allerlei. Je moet ook jezelf. Punt 1 is jezelf goed leren kennen. Ontwikkelen. En vanuit daar dat gaan doen wat het beste bij je past. En dat is dus gewoon door dingen te proberen en te doen. En dan komen er vanzelf dingen op je pad. En fouten maken. Die het beste bij jou aansluiten. Ja. En dat doe je dus door gewoon heel veel te doen en daarmee fouten te maken. Want daarvan leer je. Ja, ik vind juist fouten horen erbij. Als je geen fouten maakt, dan leer je niks. Dus dat is sowieso... ik sta hier echt niet handig, hè? Nee, die vrouw was een beetje boos op je. Ja, nou, het is niet dat ik hier een hele middag zeg maar sta. Dus het is een beetje... Sommige mensen hebben ook geen geduld. Ik stond laatst in Amsterdam. Ik parkeerde uit. En er werd getoeterd naar mij alsof ik daar een half uur aan het uitparkeren was. Ja. Uit een vak. Schiet toch op, doet. Ik dacht van, maat, doe eens rustig. Ja, ja, ja. Ik ben alleen maar aan het uitparkeren en dan rijd ik weg. Mensen zijn gestrest. Niet normaal. Ik wist niet wat ik meemaakte.
Ja, dat begint, je begint zelfs in het zuiden al. Mensen gewoon, gewoon geïrriteerd. Ja, het zuiden is zo ver weg van noorden hier. I know, maar kijk, die vrouw die werd al helemaal irritant dat ik hier sta. Ja. Ja, het is niet een hele handige plek op zo'n kruising, maar... maar goed. Ik wens je nog een fijne dag. Super bedankt. Ja, jou bedankt.